volgen. Maar het is bevolkt, we rijden weg bij de camping in de buurt van Saintes. Oh, daar had ik ingemoet, zei zegt hij. Ja. Echt? Ja. Hoe dan? Ja, dat niet. Nou, Nee, ik ga het niet doen ook. Ik vind het een beetje heftig eigenlijk. Ja, maar we kwamen er wel vandaan volgens mij. En dit is het dorpje Chanier. Chanier. En het is super. Helemaal leuk. Geen file, goede tijd. Toppie hoppie. Hoe laat is het? Hoe laat is het? Geen idee. Ik denk rond 11. Rond 11 is het juiste moment om over de brug heen te rijden. We hebben de camper geparkeerd bij het gemeentehuis. En we gaan een plat du jour eten, hopen we. Het is namelijk 1 uur. We hebben een topplekje gevonden. Hebben we een topplekje gevonden? Ja. Een voorgerechtje van de plan de jour. Nee, geen plan de jour, maar menu de jour. Het dagmenu. Gevulde ijsjes. Ga dan. Als hoofdgerecht met aardappelpuree. Lekker hoor. Bon appétit. Bon appétit. Hebben we een lekker dessert? Vertel jij eens, wat hebben we gekregen? Ja, dat heet anders, maar ik noem het gewoon even appeltaart. Met een heerlijk eigen opgeklopte slagroompie. Ja, het is lekker vers appeltaart. Lekker vers, heerlijk. Zo, we gaan er even bij zitten. We zitten in de Franse Pyreneeën Atlantiek. Dus we naderen de Pyreneeën. Provincie hebben we in ieder geval bereikt. Zo, deze rotonde is zo groot. Het was onmogelijk om die met een camper te nemen. We rijden in het begin van de Pyreneeën. Lekker groen. Veel water aan de zijkant. En zometeen krijgen we de haarspeldbochten. Helemaal para. Daar ook. Kleiner. Springen ze eraf, naar boven. Oh ja. De berg, 1, 2, 3, 4, 5, 6 daar, 1 met het punt, blauwe punt. Leuk hè?
Portalais. Oh, maar ze zijn hier de hele weg aan het verbreden. Kijk, ze gaan hier de weg verbreden. Of de weg, ja, de weg verbreden, denk ik. Ja. Dit is leuk. Ja, dit is echt een wintersport door. Ja, al die kleurtjes ook. Groen, geel, blauw, rood, roze. Gezellig hoor. En natuurlijk oranje. Camperplaatsje. En nu naar het terras.